en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb wel eens adviesvideo's opgenomen en ik dacht dat het wel weer eens tijd zou zijn voor een nieuwe, want ik krijg er altijd heel veel leuke reacties op. Ik heb weer een oproepje op Instagram geplaatst. Mocht je de volgende keer ook jouw vraag willen insturen, volg me dan zeker op Instagram. Als je benieuwd bent naar de vorige adviezen die ik heb gegeven, al die video's staan in de beschrijving. Ik ben natuurlijk geen expert of psycholoog, maar ik kan wel een beetje vertellen wat ik zou doen of vroeger in bepaalde situaties heb gedaan. En ik kreeg echt weer aanvragen voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Van benen en down under scheren tot aan relaties, vriendschappen, onzekerheden, uit huis gaan. Ik ben laatst samen gaan wonen, dus daar kan ik een aantal adviezen over geven. Dus mocht je benieuwd zijn, vergeet je dan niet te abonneren en laten we snel beginnen. Om een beetje in het thema van de verhuisvlog te blijven, begin ik met het advies over uit huis gaan, voornamelijk financiën en zo. Misschien een beetje saai. Het financiële plaatje hoort er nou eenmaal bij voor de meeste mensen als je op jezelf gaat wonen. Nu woon ik samen met mijn vriend, dus hoef ik het niet helemaal in mijn eentje te dragen, de financiële lasten. En ik weet dat er een beetje een taboe op geldzaken bespreken ligt op YouTube. Maar als ik jullie kan helpen met mijn kijk erop, dan ben ik daar heel erg blij mee. Ook al help ik er misschien één iemand mee, de persoon die deze vraag gesteld heeft. Maar ik kreeg wel vaker de vraag hoe ik dit kan betalen. Want ik studeer nog. Mijn vriend niet, die is afgestudeerd. Die heeft een baan als bedrijfsleider bij een uitgaansgelegenheid. Dus daar verdient hij zijn geld mee. En ik verdien geld via mijn YouTube kanaal. Soms heb ik betaalde samenwerkingen. Ik heb mijn eigen sieradenwebshop. En binnenkort ga ik bij mijn YouTube-netwerk werken. Waar ik ook stage heb gelopen, mocht je mijn vlogs kijken. Dus ik heb daar een tijdje terug stagevergoeding van gekregen. Nu, gelukkig, ga ik er iets meer verdienen. Want ik ga er gewoon echt in loondienst. Dus dat zijn dan de vier dingen waar ik zeg maar mijn geld mee verdien. En toevallig heb ik gisteren met Patrick om tafel gezeten van oké, wij hebben nu samen een gezamenlijke betaal- en spaarrekening. Hoe gaan we dit doen? Dus wij hebben gewoon gekeken wat de vaste lasten zijn. Vervolgens van hoeveel kunnen we er allebei voor inleggen. En vervolgens afgesproken dat wij allebei, wanneer we ons salaris hebben, ons deel van wat we aan de vaste lasten betalen op de gezamenlijke betaalrekening zetten. Ook voor de boodschappen en zo. Gas, water, licht, huur, dat soort dingen. En dat we een percentage van ons salaris ook op de spaarrekening gaan zetten. En voor de rest hebben Patrick en ik ook nog allebei onze eigen spaar- en betaalrekening. En inderdaad kan het gewoon echt heel erg lastig zijn als je jong bent en je wil graag op jezelf gaan wonen. Hoe je dat gaat betalen. Heel veel mensen willen in Amsterdam gaan wonen, maar dat is gewoon super duur. Ik kwam via een vriendinnetje bij een huis in Amsterdam. Dus voor mij viel het mee, maar heel vaak als je in Amsterdam gaat wonen op kamers, dan betaal je onderhuur. Dat is heel duur. En Amsterdam is gewoon super populair. Er is super veel vraag en mensen betalen daar echt gewoon super hoge prijs voor eigenlijk een hele kleine woning. Buiten de Randstad is het al een stuk goedkoper. Dus dat is een tip. En je kan natuurlijk ook op heel erg veel dingen besparen. Je kan dingen zo gek maken als je zelf wil. Haal je boodschappen, je persoonlijke verzorging in de aanbieding. Misschien kan ik ooit nog een aparte video maken met geldtips. Maar ik hoop dat ik zo een beetje je vraag heb beantwoord. Ik heb er al zoveel, ik krijg er echt dorst van. Volgende vraag. Over het scheren van je poes. Oké, heel ander onderwerp. Ik kreeg dus echt heel veel vragen van help, als ik mijn benen scheer krijg ik rode beeldjes. Als ik mijn down under scheer krijg ik beeldjes. Hoe doe jij dat? Nou, ik ben inmiddels 21 en ik kwam best wel vroeg in de puberteit. Dus ik heb al het een en ander geëxperimenteerd en ik ben erachter wat voor mij fijn werkt. Iedere huid is natuurlijk anders, maar ik heb ook een gevoelige huid. Ik heb heel vaak rode beeldjes gehad door het scheren. En mijn nummer 1 tip waar ik mij altijd mee scheer, zijn scheermesjes. En ik gebruik heel vaak die van volgens mij Ethos eigen merk met een kopje wat kan bewegen. Best wel goedkoop, heel erg fijn. En ik gebruik ze gewoon net zo lang dat ik er geen irritaties van krijg. Als ik merk van, het voelt een beetje bot, het irriteert toch wel mijn huid, gooi ik het weg en dan gebruik ik een nieuwe. Dat is echt nummer 1 tip, gebruik een nieuw scherp mesje. Voor de rest kan het heel erg helpen als je van tevoren je huid scrubt. Nou moet je vooral natuurlijk down under echt uitkijken wat voor producten je daar allemaal gebruikt. Maar het kan helpen om te scrubben, maar doe het voorzichtig. En misschien is een suikerscrub dan wat fijner, want een zoutscrub kan heel erg gaan prikken. Vooral als je gevoelige huid hebt en je hebt rode beeldjes en je hebt wondjes. Don't do that. Breng je nog iets aan op je huid voordat je gaat scheren? Ik gebruik heel vaak een foaming douchegel. Dat vind ik heel erg fijn werken.
Vooral omdat het ook verzorgend werkt. Bijvoorbeeld Nivea heeft hele fijne shower foams die ook nog eens heel erg verzorgend en kalmerend werken. Dus vooral op mijn benen vind ik dat heel erg fijn. Je zou natuurlijk scheerschuim kunnen gebruiken, maar daar krijg ik gewoon heel vaak wel een geïrriteerde huid van. Dus ik doe het heel erg vaak met een douchegel. Whatever floats your boat, maar dat gebruik ik in ieder geval heel erg vaak. En dan kan je gewoon lekker met je schermmesje overheen. Wat je achteraf nog kan doen is je huid hydrateren gewoon met een basic body lotion of een basic body butter. En je hebt ook speciale scheerolies of olies voor na het scheren. Dat heb ik zelf nooit gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld ook babyolie erop doen. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen in plaats van douchegel dus babyolie gebruiken en dan gaan scheren. Heb ik nog nooit geprobeerd. Maar mocht jij nog meer tips hebben voor down under en je benen scheren of je oksels, whatsoever, die ik nog niet benoemd heb. Tips zijn altijd welkom. Ik bedoel, als je scheert wil je gewoon zo glad mogelijk, zo zacht mogelijk en gewoon geen irritaties. Dus, als je nog tips hebt, dan kunnen we elkaar helpen in de comments. Elke keer als ik vraag waar jullie advies over willen, komt dit terug. Namelijk hoe je het beste een buisje kan behandelen en hoe je je gezicht reinigt. Ik heb anderhalf jaar geleden denk ik een video opgenomen hoe ik van mijn buisje ben afgekomen. Want eerst zag ik er zo uit. Ondanks dat ik nu make-up op heb, heb ik eigenlijk bijna nooit onzuiverheden. Volgens mij heb ik nu een plekje ergens op mijn kin. Maar eigenlijk is mijn huid nu gewoon echt ontzettend aan het chillen. Maar vroeger had ik wel heel erg een nee. Dus hoe je het beste van je buisjes af kan komen, daar heb ik een aparte video over gemaakt. Waar ik uitleg wat voor anticonceptie ik gebruik, hoe ik mijn make-up eraf haal, wat voor serums helpen met littekens die je eventueel kan hebben. Dus mocht jij benieuwd zijn, check dan die video. Toen had ik echt een goede huidverzorgingsroutine. En nu ben ik weer een beetje zoekende naar wat voor producten ik kan gebruiken. Maar alle producten die ik in die video behandel vind ik nog steeds heel erg chill. Dus aanrader. Oh, dat vind ik ook echt een hele leuke. Hoe je met een klein budget toch je huiskamer slash slaapkamer een makeover kan geven. Aangezien je net bent verhuisd. Ja, hier heb ik toevallig echt allemaal nieuwe dingen. En ik hou ontzettend van interieur. Mocht je benieuwd zijn waar ik alles vandaan heb, dat kan je zien in mijn vlogs. Maar hoe je met een klein budget zeg maar een bestaande slaapkamer of huiskamer een makeover kan geven. Dat is bijvoorbeeld door de muur te verven. Dat hoeft zeker niet duur te zijn. Misschien een kleurtje op de muur. Of als hij een kleurtje heeft, hem juist wit verven. Net wat jij leuk vindt. Verder wat echt een heel groot verschil kan maken, maar waar je misschien niet zo snel aan denkt, is een kleedje op de grond. Kussenslopen vervangen. In je slaapkamer nieuw beddengoed kan ook een heel groot verschil maken. Maar gewoon een beetje de aankleding. Nieuwe kussenhoesen voor sierkussens zijn echt super cheap bij bijvoorbeeld de Action of de Primark. Je kan ook wat kerstversiering ophangen, bloemetjes neerzetten, hele simpele DIY's opzoeken op YouTube. Ik doe nooit DIY video's, maar ze bestaan. Ja, de kleine dingetjes kunnen echt een groot verschil maken. Of misschien planten toevoegen aan de ruimte. Dat is ook altijd heel erg leuk. Mijn vader rookt stiekem. Hij is een paar jaar geleden gestopt, maar nu heb ik weer lege pakjes in zijn tas gevonden. Dat is echt balen, want roken is gewoon niet goed voor je. En het is niet chill als mensen waar je heel erg om geeft roken. Want het is slecht voor je gezondheid. En je wil waarschijnlijk dat je vader zo lang mogelijk meegaat. Balen dat hij het dan een soort van stiekem doet. Ik weet niet of je ouders nog samen zijn. Ik weet ook niet of dat in dit geval heel erg uitmaakt. Maar misschien kan je het met je moeder bespreken. Of iemand anders in je gezin. En eventjes vragen of diegene er al van af weet. En hoe jullie het beste aan kunnen pakken. Ik ben altijd een heel erg direct persoon, dus ik zou gewoon zeggen van, pap, klopt dat ik misschien een pakje sigaretten in je tas heb gezien? En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Heel vaak in dat soort situaties, als iemand rookt en iemand die heel waardevol is voor die persoon die rookt er wat van zegt, dan heeft de situatie wel een goede afloop. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zou het leuk vinden ook als jullie me op de hoogte houden, als ik jullie advies heb gegeven of zo. Hoeft natuurlijk niet. Maar ik ben wel benieuwd, want ik geef echt om jullie. En ik denk nu echt, oh nee, wat vervelend dat je vader rookt. En ik hoop dat het hierna beter gaat. Hoe kan je snel de-stressen? Nou, ik heb me toch een stressvolle periode gehad de afgelopen tijd. Ik heb echt een periode gehad dat ik mezelf alleen maar in slaap zat te huilen. En nu heb ik best wel stress, omdat ik overmorgen, de dag dat deze video online komt volgens mij, een financieel tentamen heb. En ik heb echt angsten voor financieel, want in het eerste jaar van mijn opleiding had ik ook een financieel tentamen. Die moest ik 3 keer doen. Dus 2 keer herkansen. Maar
Als je stress hebt, wat kan je dan doen? Weet wat voor jou fijn is, wat ontspannend werkt. Ik vind het altijd heel fijn om bijvoorbeeld kaarsjes aan te steken. Een comfortabele outfit aan te doen. Misschien een warme douche of lekker in bad gaan. Als je een bad hebt, ik zou heel graag weer een bad willen. Gun jezelf ook echt de tijd om te ontspannen. Ook al heb je bijvoorbeeld een drukke tentamenweek of heb je heel veel gedoe op je werk. Plan ook gewoon eventjes momenten voor jezelf in. Plan niet al je vrije gaten in je agenda vol met weer naar vrienden gaan of zo. Je hebt soms echt tijd voor jezelf nodig. Volgens mij heb ik begin 2018, begin dit jaar dus, een video geplaatst over mijn anti-stressroutine. Die zal ik ook nog wel eventjes linken. Maar weet gewoon wat voor jou ontspannend werkt. Je kan je gedachten opschrijven waar je mee zit. Dat helpt echt heel erg. Onderschatten mensen echt altijd maar nummer 1 tip. En doe gewoon wat je chill vindt. Kaars aan, lekker douchen, gezichtsmaskertje. Maak het zo gek als je zelf wil. En geniet ervan. Wat misschien ook nog een waardevolle toevoeging is, is een planning maken. Dat je in ieder geval wel weet wat je nog moet doen. Ik neem nu bijvoorbeeld de tijd om te filmen en ik ga straks lekker chillen met Netflix en zo. Maar ik weet ook dat ik morgen weer een oefententamen voor financieel moet maken. Zin in. Advies over hoe je minder hoge eisen aan jezelf kan stellen. Ik ben ook echt best wel, nou, ik wil niet zeggen perfectionistisch, maar ik denk altijd wat ik doe kan nog veel beter. En ik wil mezelf altijd maar verbeteren en meer erbij. En meer, beter, beter, beter. Meer video's maken, meer dingen doen hier in huis. Maar leg de lat inderdaad niet te hoog voor jezelf. Straks raak je overspannen of onnodig gestrest. Dat wil je allemaal niet. Het sluit een beetje natuurlijk aan op de vorige vraag. De lat niet te hoog leggen voor jezelf. Iets wat mijn moeder vroeger altijd tegen mij zei en waar ik echt heel erg vaak nog aan denk, bijvoorbeeld met dat financieel tentamen, is beter dan je best kan je niet doen. Klinkt misschien een beetje suf, maar als je je best doet, dat is soms gewoon belangrijker nog dan het resultaat wat er zeg maar uitkomt. Want ik weet dat ik nu al heel lang mezelf aan het pushen ben voor dit tentamen, maar als het vrijdag dan toch niet lukt, dan weet ik in ieder geval dat ik mijn best heb gedaan. En dat ik echt mijn maximaal heb gegeven. Maar dan ook helaas nog een tandje bij moet zetten dan als ik wel een herkansing heb. Je hoeft niet altijd de beste in alles te zijn. En het is ook echt oké om fouten te maken. Van fouten leer je ook heel erg veel. Bijvoorbeeld op werkgebied of met vriendschappen. Je hoeft niet altijd 24/7 aan te staan en ready te zijn voor alles. Van fouten leer je, word je alleen maar wijzer van. Ik denk niet echt dat ik concreet antwoord kan geven op deze vraag. Maar je bent goed zoals je bent. En je moet jezelf vooral niet gek maken. En alles lekker op je eigen tempo doen. En het is super goed om de lat iets hoger te leggen steeds. En steeds jezelf willen te verbeteren. Maar doe het op je eigen tempo. Dat is denk ik wat ik wil zeggen. Advies over de eerste keer ongesteld zijn. Nou, ik ben 21. Ik werd ongesteld toen ik 11 was, dus reken maar uit. Why? Echt al zo ontzettend lang. En dan te bedenken dat je meestal pas stopt met menstrueren. Of als je zwanger bent, of als je in je overgang zit. En dat duurt nog wel even. Ik denk tips voor de eerste keer dat je ongesteld moet worden. Ik had toevallig echt heel veel pijntjes. Dus onderrugpijn, buikpijn, hoofdpijn. Mijn spieren voelden gewoon heel erg naar. En ik was de dag dat ik voor het eerst ongesteld werd ziek. Het ging er niet echt per se alarmbellen rinkelen. Dat ik bijvoorbeeld op school zat. Ik dacht, oh shit, ik word nu voor het eerst ongesteld. Heel veel vriendinnen van mij hebben dat wel meegemaakt. Maar ik was ziek thuis. Dus niet iedereen heeft zeg maar symptomen waarvan je kan denken, oké, ik ben nu zo oud, misschien word ik al ongesteld. Wat je in ieder geval kan doen als er al mensen om jou heen ongesteld zijn, of dat jij denkt dat je misschien binnenkort ongesteld wordt, is sowieso tampons en maandhormoon bij je hebben, of wat jij zeg maar denkt dat je fijn gaat vinden. Want stel je wordt op school, of als je onderweg bent, of als je uit eten bent, dan is het fijn dat je in ieder geval iets in kan doen. Dat scheelt een hele hoop stress en gedoe. Ik denk dat dat gewoon mijn tip is. Voor de eerste keer ongesteld worden, zorg gewoon dat je iets bij je hebt. Dat je niet gelijk de eerste keer in het openbaar heel erg doorlekt. Want dat is gewoon niet het fijnste om mee te maken. Misschien kan ik nu een aantal liefdesadviezen geven. Jongens, ik zit al 8,5 jaar in een relatie. Dus ik weet niet meer helemaal hoe het single leven werkt. Maar als je een crush op een jongen hebt die een klas hoger zit, hoe kom je dan in contact met hem? Nou, dan ga je even detective spelen.
En oh, ik hou daar echt van, hè. Ik ben echt online detective altijd. Sorry als er nu mensen kijken die mij kennen. Ik heb waarschijnlijk je Instagram gestalkt. Nee, ja, ik vind het fantastisch om op onderzoek uit te gaan. Vooral als vriendinnen van mij een crush hebben. Dan ga ik... Nou, oké. Anyway, dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Maar, je kan eventjes kijken of iemand die je kent bij hem in de klas zit. Of er toevallig een feest is waar hij misschien heen gaat, waar jij ook heen kan. Dit is echt een nieuw level van stalking. Dus misschien meldt hij zich wel aan voor een evenement op Facebook of zo. En dan kan je daar ook heen gaan. Dit is wel heftig hoor. Misschien moet je het niet zo ver gaan ervoor. Maar het zou kunnen. Verder, lang heeft 2018. We hebben gewoon social media. Dus misschien kan je een keer zijn foto op Instagram liken. Misschien reageer ik daarop. Misschien kan je onder een foto van hem reageren. Oké, als jullie nog adviezen hebben voor de persoon die graag in contact wil komen met de jongen die een klas hoger zit, laat het hier beneden achter. Ik vind dus een jongen leuk en soms denk ik dat hij mij ook leuk vindt, maar vaak ook niet. Help. Nou, ik zal je even vertellen. Jongens sturen echt gemixte signalen af en toe. Been there. Als jij vaak denkt dat een jongen je leuk vindt, dan is de kans ook echt heel groot dat hij jou leuk vindt. Bij meiden sturen allemaal signalen en zo. Maar jongens zijn er volgens mij meestal niet eens bewust mee bezig. Dus de ene keer kunnen ze inderdaad heel erg flirty doen. En de andere keer komt het over alsof ze dat totaal niet zijn. Maar dan heb ik meegemaakt, hebben ze dat niet door van zichzelf. Dus, grote kans dat die jongen jou wel leuk vindt. Als je gewoon een beetje flirty met diegene praat en diegene zo terugpraat, dan is de kans op zich wel heel erg groot. Dan schat ik het succesvol in. Dus misschien kan je er dan even wat serieuzer achteraan gaan. Of misschien, als je het aandurft en je zijn vrienden kent, aan hun rondvragen. Of vragen wat je vriendinnen denken, hoe hij zich tegenover jou gedraagt. In ieder geval, heel erg veel succes. Oeh, ik hoop dat jullie gewoon allemaal echt een heel leuk liefdesleven gaan hebben. Ik had in het geheim met een jongen, maar hij heeft het binnen 2 weken uitgemaakt. Nu wil hij mij terug doen, vraagteken. Vooral doen waar jij je goed bij voelt. En als jij denkt van, weet je, ik wil niet je geheim zijn of whatsoever. Gewoon tegen hem zeggen. Je moet gewoon doen waar jij je goed bij voelt. Als je het wel geheim wil houden, dat kan ook. Maar heel vaak komt de waarheid wel naar boven. Advies over de juiste opleiding kiezen. Nou jongens, overmorgen is dus als het goed is mijn allerlaatste tentamen ooit. Als ik hem in 1 keer haal. En dan moet ik beginnen aan mijn scriptie. Ik doe namelijk de HBO-opleiding Media en Entertainment Management. Heb ik ook een video over online staan. Heel vaak in adviesvideo's kan ik terugvallen op oudere video's. Maar in ieder geval, ik heb er een video over gemaakt. Maar de opleiding is nu best wel veranderd. Dus... mocht jij de opleiding willen checken, check dan vooral de website van In Holland. Ik wil zeggen is dat ik dus ga afstuderen. Hey, als het goed is. Ik kan binnenkort aan mijn scriptie beginnen. Maar deze persoon moet dus nog beginnen aan een opleiding waarschijnlijk. En het kiezen van een opleiding, het vinden van een opleiding is gewoon echt heel erg moeilijk. Maar wat erbij kan helpen is studiekeuzechecks maken. Ik heb dit op school moeten doen. Als je gewoon eventjes googelt op studiekeuzecheck. Volgens mij heb je keuzecheck 1, 2, 3 of zo, ik weet het niet zeker. Maar er zijn heel veel websites waar je dan gewoon een aantal vragen beantwoordt. En dan komen er een aantal opleidingen uit die wellicht bij jou passen. Dat kan echt heel erg inzicht geven in, oké, ik moet de creatieve kant op. Of misschien de zorg in. Dat soort dingen. En dan raden ze ook echt opleidingen aan. En wellicht kan je ook dan eventjes kijken welke scholen er bij jou in de buurt zijn. Of als je juist niet bij jou in de buurt wil en lekker op kamers wil ergens. Kan je het ook eventjes checken. Verder kan je natuurlijk ook gewoon websites bekijken van scholen. Dus bijvoorbeeld van VMBO het Media College, HBO in Holland of de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben er niet helemaal in thuis welke scholen er allemaal zijn. Maar je kan ook eventjes op die sites kijken onder het kopje opleidingen. En dan vind je er een hele hoop. Studiekeuzechecks is echt nog steeds mijn nummer 1 tip. En bezoek open dagen. Ik heb dus echt... 3 keer of zo bij mijn huidige opleiding gekeken. Een paar keer vanuit school en 1 keer de open avond. Maar ik heb ook echt andere opleidingen op andere scholen gecheckt om de keuze te maken. Ik heb zelfs bij toegepaste psychologie gekeken. Toen ik daar zat dacht ik,
misschien toch niet voor mij. En toen ik dus voor de derde keer bij mijn huidige opleiding ging kijken, dacht ik, oh my god, dit voelt goed. Ik ga dit doen. En nu zit ik in jaar 4. Dus dat kan echt enorm helpen. Gewoon een hele goede voorbereiding, heel veel research. Dan is de kans gewoon groot dat je een opleiding vindt die bij jou past. Helaas gebeurt het alsnog bij een hele hoop mensen in hun eerste jaar dat ze toch niet helemaal een match met hun opleiding voelen. Dat kan gewoon gebeuren. Dat heb ik zelf ook gehad. Maar volgens mij, als je voor februari dan stopt, krijg je nog de helft van je schoolgeld terug. En soms is het echt het allerbeste ooit om een tussenjaar te nemen. Of na 3 maanden zoals ik had te stoppen. Want ik heb toen een hele hoop gewerkt. Heel veel geld kunnen sparen. En ik ben toen mijn YouTube kanaal begonnen. En ik heb me beter kunnen oriënteren op wat ik uiteindelijk wel wilde doen. Wat ik nu ben gaan doen. Super blij met alles. En ik heb er ook echt een hele hoop van geleerd van die 3 maanden. Dat mijn opleiding toch niet helemaal bij me past. Hè. Maar in ieder geval gewoon goed research doen, open dagen bezoeken en dan komt het hopelijk goed. Wat zijn je tips voor een lange relatie? You are so cute with your boy. Oh, dat vind ik echt heel erg lief. Tips voor een lange relatie, dat is sowieso eerlijk zijn met elkaar. Elkaar alles durven te vertellen, waar je ook mee zit, wat voor stoms je misschien hebt gedaan. Gewoon eerlijk zijn, alles tegen elkaar kunnen vertellen. Dat is echt het allerbelangrijkste in mijn relatie met Patrick. Verder wonen wij nu natuurlijk samen, maar ik heb echt gelijk tegen hem gezegd, want dat is in 8 jaar ook al gebleken, dat het gewoon heel belangrijk is om ook echt leuke dingen met elkaar te blijven doen. Om bijvoorbeeld af en toe een wandeling te maken, of uit eten te gaan, of naar de bioscoop. Ook al is het leuk om thuis Netflix te kijken of thuis gewoon samen te koken. Maar het is echt ook heel erg altijd een oppepper eventjes. Als je samen op een date gaat, dat merk ik altijd met Patrick. Ik ben dan altijd zo gelukkig en dan denk ik, oeh, dat moeten we echt vaker doen. Dus bij deze Patrick, we gaan binnenkort weer op een date. Soms is het ook leuk om elkaar te verrassen, echt met de kleinste dingen. Ik ben heel vaak eerder uit bed dan Patrick. Dan breng ik hem soms een kopje koffie. Dan kan er nu weer samen wonen. Ik vind dat echt heel erg leuk. Of om bijvoorbeeld gewoon iets heel erg kleins voor elkaar te halen. Een lief kaartje. En het is gewoon heel erg belangrijk om echt tijd voor elkaar vrij te maken. Ook al spendeer je heel veel tijd met elkaar. Ook al woon je samen. En ben je eigenlijk de hele tijd in dezelfde omgeving. Het is ook gewoon belangrijk en heel erg goed en fijn om tijd te maken. Om even met elkaar te praten. Van hoe was je dag? Wat ga je vandaag doen? Dat soort dingen. Laten we de video afsluiten met de vraag. Wanneer is het normaal om strings te gaan dragen? Nou, volgens mij ging het bij mij de eerste keer per ongeluk. Volgens mij had ik bij de HEMA, heb je van die pakjes met 3 onderbroeken voor 3 euro of zo. Super chille, simpele witte en zwarte onderbroeken. Voor als je gewoon comfortabel wilt zijn. Volgens mij had ik toen voor het eerst per ongeluk in plaats van 3 onderbroeken 3 strings gekocht. Maar toen dacht ik, dat is handig. Onder skinny jeans bijvoorbeeld, dat je niet die rand van je onderbroek ziet, maar gewoon, ja, dat zeg maar egaal is. Maar wanneer het normaal is dat je strings gaat dragen, ja, ik had altijd wel een beetje met dat soort dingen dat ik het met mijn ouders besprak of aanvoelde van, oh, ik ben hier nog te jong voor, want ik had ook een oudere zus. Dus dan wist ik wel een beetje van, deze leeftijd kan ik ongeveer een beetje BH's gaan kopen en ik heb het ook wel een beetje nodig. Maar als dat niet zoiets is wat jouw ouders heel erg boeit, dan moet je het gewoon lekker doen wanneer jij denkt dat je er klaar voor bent. Als jij denkt, ik ben het zat al die onderbroeken, ik ga lekker strings dragen, go for it. Ik vind strings vooral heel erg handig voor dus strakke broeken. Maar wanneer het normaal is om strings te kopen, ik denk dat je het gewoon lekker moet doen als jij er aan toe bent. Een moraal van al mijn advies is gewoon, doe het op je eigen tempo en doe het als jij je er goed bij voelt. Jongens, ik ben benieuwd of jullie binnenkort weer, denk ik, een deel 4 dan al hiervan willen zien. Laat het me zeker weten in de reacties. Vergeet je niet te abonneren als je dit leuk vond. Dan vind je waarschijnlijk ook de rest van mijn video's leuk. Ik ga straks ook nog even een mukbang filmen. Die staat of hiervoor online of vlak hierna. Dus dan kunnen jullie dat ook verwachten. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je snel terug op mijn kanaal. Doei doeg!